Godsbazuin Ministries International, GBMI, viert op 2 oktober haar 60-jarig bestaan. Bisschop Steve Meijer zegt dat de GBMI nu meer impact wil op de Surinaamse samenleving. Hoewel deze christelijke stroming rond de 10.000 leden telt in Suriname en er al kerken zijn in alle districten van het land, wil Meijer dat de evangelisatie en het zendingswerk worden geïntensiveerd. Daarnaast heeft Godsbazuin op sociaal-maatschappelijk gebied nog veel ideeën die zij wil uitwerken. En onze toekomstvisie is ook om een school op te richten, om een school te hebben, een Godsbazuinschool, een lagere school en een MULO-school en eventueel in de toekomst ook naar de middelbare school. Dus dat is een van onze visies. We willen verder ook een kampplaats bouwen waarbij we onze eigen kampen kunnen houden. Dat terrein hebben we reeds, maar naar de financiën kijken we nog uit natuurlijk. Verder is in onze visie ook om een internaat te hebben, zodat we de mensen ook van het binnenland kunnen opvangen hier in de stad, de mensen die verder willen studeren. Onze feedingprogram willen we uitbreiden natuurlijk. Verder zit in onze toekomstvisie ook om meerdere gemeenten te stichten in de verschillende districten van Suriname. En tenslotte ook een televisiestation runnen en exploiteren. Wij hebben dus de vergunning reeds en wij gaan, ik denk, komende maand reeds starten met testuitzendingen. Op zondag 1 oktober wordt er in verband met het 60-jarig bestaan een speciale feestelijke dienst gehouden in de Anthony Nesty Sporthal. Het tv-station van GBMI, Il Shofar TV, zal bij die gelegenheid worden gelanceerd. Meijer geeft aan dat hoewel de GBMI veel dromen heeft die zij wil waarmaken, de organisatie ook te kampen heeft met uitdagingen. Een van de uitdagingen zijn natuurlijk de sociaal-economische situatie in het land, waarbij wij zoveel dromen hebben en visies om te realiseren, maar de financiën groeien niet samen met de visie. Maar God heeft ons altijd voorzegd, wij zijn geloofsmensen, dus wij letten niet op wat wij in het natuurlijke zien, wij letten op wat wij in het geestelijke zien. Dus in het geestelijke zeggen wij altijd, als je een visie hebt van God, geef God de provisie voor de visie. Want pro betekent voor, visie is de visie die je van God krijgt. Dus provisie, de voorziening die je nodig hebt om die visie uit te voeren, dat krijgen we, geloven wij, van God. Dus God zal voorzien op een bovennatuurlijke manier in de financiën en de middelen die we nodig hebben. Deze gemeente is 60 jaar terug opgericht door de vader van bisschop Steve Meijer, Wijlen Poetsie Meijer. Godsbazuin Ministries International telt nu, na 60 jaar, 70 kerken in Suriname en 20 in het buitenland.